Goedemorgen. Evert Wolters, welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege de laatste nieuwe single Fiesta Chocolade. Yes. Ja. Evert, ik moet gelijk een vraag stellen van een, ik denk een fan van jou, een luisteraar, ik weet het niet. Ze zeggen, als je morgen voelt, moet je maar gelijk vragen of dat je zelf ook houdt van chocolade. Ah, ik hou heel erg van chocolade. Ja, zeker. Alleen niet van pure chocolade, wel van melkchocolade. Van melkchocolade. Nou ja, dat is een vraag in één keer, een vraag in één keer beantwoord. Fiesta Chocolade, hoe is het idee geboren, Evert, voor deze single? Nou ja, het kwam eigenlijk geschreven tijdens de ritten, zeg maar, van de afgelopen maanden. En ja, als iets zwoel is en als je aan het smelten bent, waar denk je dan gauw aan? Dat is chocolade. En zo is dat een beetje begonnen. Ja, ja. Ik heb gelezen, jij bent, eerst wel een beetje volgens mij om trots op te zijn, genomineerd voor het beste talent 2018. Ja, dat is bij Hollands Hits Forum en daar ben ik heel erg blij mee dat ik daarvoor genomineerd ben. Ja, daar moet je volgens mij ongelooflijk trots op zijn. Ja, zeker. Dat streelt natuurlijk je ego als artiest zijn. Ja, ja. Het is natuurlijk ook jijzelf natuurlijk, het is ook het team om jou heen natuurlijk, hè. Wat dat maakt natuurlijk hetgene wat je nu hebt natuurlijk, hè. Dat doe je niet alleen, hè? Nee, het is zeker een kroon op het werk, want we zijn al anderhalf jaar geleden begonnen met een nieuw team, met Music Farm. Ik ben 5 jaar bezig. Ja. En ik heb ook in oktober een feest vanwege het 5-jarig jubileum. Maar ja, als je dan toch in die laatste anderhalf jaar ziet hoe snel alles is gegaan en dat je dan nu wordt opgemerkt en dan inderdaad genomineerd wordt voor zo'n titel als beste talent, ja, dan levert dat toch wat op voor je gevoel. Dat is zo'n overstap. Ja. Is dat het gevoel dat je gewaardeerd wordt, gerespecteerd wordt, Evert? Ja, en ook de weg die je hebt ingeslagen, dat dat de goede weg is. Want op dat moment is voornamelijk besloten om echt dingen te doen waar ik zelf me het beste bij voel. En ik word ook meegenomen in het proces met schrijven en componeren en noem maar op. Dus ja, dat beloond wordt, dat is gewoon super. Ja. Is dat wat je zegt, in het begin was de start wat anders? Is het nadien dus een soort bijschaving geweest, een ommekeer geweest in jouw carrière of niet? Ja, dat was eerder gewoon, hè, wat voor liedjes liggen er bij een bepaalde studio op de plank. Wat is leuk om te doen en dat breng je dan uit. En nou is het echt, we gaan zitten met elkaar en we gaan iets maken. En dan komen er mooie nummers uit. Ja, ook jouw vader is daar een belangrijk in geweest, heb ik eerst gelezen, hè? Ja, mijn vader die is heel erg verantwoordelijk geweest voor die stap. Helemaal naar de Music Farm toe. Voornamelijk bij Billy Oosterhuis heeft hij ervoor gezorgd dat we daar een voet tussen de deur kregen. En zodoende, ja, mijn vader is sowieso heel belangrijk geweest in de afgelopen 5 jaar. Die steunt mij overal bij in. Ja. 2016, pakweg 2 jaar terug, kwam jouw debuutalbum uit. Vanuit mijn gevoel, dat album, dat heeft goed gedaan volgens mij. Dat heeft zeker goed gedaan. Het is ook een album waar ik best wel trots op ben. Maar het bevat wel nummers inderdaad die niet echt 100% uitdragen wat ik wil op het podium. Kijk, het zijn wel nummers die allemaal vanuit mij komen, vanuit mijn gevoel, maar toch op het podium wil ik wat meer laten zien. En dat met de nieuwe nummers komt het toch meer aan het licht. Ja. En wat bedoel je dan precies met op het podium wil je meer laten zien, Evert? Nou, met de nummers die ik de afgelopen anderhalf jaar heb gemaakt, kan ik veel meer doen met het publiek. Kan ik veel meer doen met het nummer. En de nummers die vanuit mijn gevoel staan, zijn heel veel leuke luisterliedjes. Maar ja, op het podium kan ik dat niet echt uitdragen. Wat een beetje stoïcijns. Ja. Ooit we dus wat Willy Oosterhuis, waar je ooit bent geweest, die ooit zei van de reis is de prijs, hè? De reis is de prijs, inderdaad. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, en dat geldt ook voor jou? Jazeker. Het is niet, je maakt geen muziek om een hit te maken, maar je maakt een muziek om de reis te maken. Ja. Ik draai dus juist nog een fragment van een andere single, Verlangen. Wanneer was die uitgekomen, Evert?
Dat was, ik denk, 2014 dat die is uitgekomen, ja. 2014. Dus als wij, wat je zei straks in het begin van het gesprek, dan gaat binnenkort, dus in oktober, gaat, is het jubileum dus voor jou? Ja, dan hebben we de Sexy Sax on Tour, tegelijkertijd 5 jaar Evert Wolters. Ja, en wat houdt die tour precies in? Dat we verschillende evenementen waarschijnlijk gaan organiseren de komende tijd met de melding, ja, met het thema Sexy Sax. Ja, en dat is dan heel het soort evenement rondom dat 5 jaar jubileum. Ja, dat is het startpunt en we gaan kijken hoe zich dat verder ontwikkelt. Ja, dat is, ook daar ga je dan weer inspiraties uit putten, als ik het dan goed begrijp. Dat ook natuurlijk wel, ja. Ja, ja. Dit nummer, wel een ding is, heel apart vind ik aan dit nummer is, dat er een aantal stemmen in de achtergrond mee zingen. Is daar ook voor bewust voor gekozen, Evert? Ja, het is bewust gekozen om echt een actieve tweede stem erin te zetten. En het is ook mijn eigen stem, dus ik zing zowel het lage stuk als het hoge stuk. En dan ja, proberen we dat toch harmonieus te vermengen met elkaar. Ja, en is er dan ondertussen dan ook weer een beetje nagedacht over de opvolger van deze single? Of zeg je nou, we zijn eventjes nog bij andere dingen bezig? Nou, met 5 jaar Evert Wolters komt er ook een mini-album. En daarin worden de bestaande nummers van de Music Farm die komen op dat mini-album samen met 2 nummers vanuit het album Vanuit Mijn Gevoel. En die worden dan in een nieuw jasje gestoken, dus in de Sexy Sax stijl. Is dat allemaal nog de samenwerking met Martin Sterke? Nou ja, in samenspraak met Martin Sterke. Maar Martin Sterke heeft natuurlijk die nummers geschreven. Dus ja, we gaan het natuurlijk wel aan hem voorleggen. Ja. Vertel even voor de luisteraars die misschien de single niet kennen. Even de Fiesta Chocolade, de tekst, waar gaat de single over? Nou, de single gaat eigenlijk over het thema, is het maakt niet uit waar je vandaan komt. Ja, ik val gewoon op jou om wie je bent. Dus het maakt niet uit of je nou van de straat komt of van het kamp of van het platteland. Ja, dat maakt gewoon niet uit. En op het moment dat ik kijk naar het meisje, dan hoop ik dat zij smelt met haar chocolade. Ja, dat smelt jouw chocolade. Zeggen ze wel zo. Ja. Nee. Goed, wij gaan een single draaien. Even, dan ga je op de eerste plaats bedanken dat je vanmorgen hier live bij ons even in de uitzending was. En ik ga je heel veel succes straks in oktober toewensen natuurlijk, hè, met dat jubileum. Ja, dankjewel. En ik wens je nog alle goeds. We gaan de single starten. Fiesta Chocolade. Bedankt en nog veel succes. Hoi. Hoi. Hoi.